Na goed en constructief overleg tussen een ministeriële delegatie en het horecacollectief is de regering deze sector tegemoet gekomen. Vanaf morgen, zaterdag 13 februari, mogen horecabedrijven weer gasten ontvangen op hun terras met inachtneming van de COVID-19-regels. Op verschillende momenten in het afgelopen jaar hebben diverse actoren binnen deze branche aangegeven dat het moeilijk is om het hoofd boven water te houden. Het was eerder toegestaan voor restaurants en andere commerciële eetgelegenheden om bezoekers op hun buitenterras te serveren. Vooral tijdens de feestdagen in december was de maatregel een aderlating voor deze groep. Echter, na een stijging van het aantal positieve COVID-19 gevallen, gold alleen de takeaway service voor restaurants. Enkele hadden toen al hun misnoegen geuit. Uitkomen doen we niet. Uitkomen doet geen enkel bedrijf. Vooral als je kijkt naar 9 maanden verlies. It is what it is. Wat wij doen als bedrijf, we hebben 15 man personeel. Dat wil zeggen, er komen elke dag mensen om te werken. Ze hebben gezinnen, ze hebben een huishouden. Je kan ze niet thuis laten. Je kan eventueel korten in hun uren, conform wat er beschikbaar is. En ja, verder gewoon open gaan. Op zich hebben wij ons altijd aan de protocollen gehouden, waardoor afstand, mondkapjes, zodra het personeel binnenkwam. We hebben een pieper gezet, handen wassen. Dus het is heel erg. Het is echt heel erg. Dus we zitten echt met een behoorlijke kostenpost en er is sinds deze pandemie geen enkele compensatie voor de branche en voor meerdere branches niet. Dus we hopen dat er vanuit de overheid ook compensatiemogelijkheden, en ik hoorde daar gisteren over, ik hoop dat er serieus daar naar wordt gekeken. Dus ik denk als de controle beter gedaan werd, dat dit niet hoefde te gebeuren. Na de bekendmaking afgelopen woensdag, waarbij de COVID-19 maatregelen niet zijn versoepeld voor de horeca, heeft de sector toenadering gezocht bij de regering. Daar heeft het horecacollectief haar zienswijze gepresenteerd. In het overleg is bepaald dat er voor elk restaurant een keurmerk zal komen. Het terras wordt geïnspecteerd door het COVID-19 clusterteam van de overheid en als het voldoet aan alle eisen en protocollen krijgt het restaurant een keurmerk. De plek voorzien van een keurmerk zal wat tijd kosten, laat minister Amar Ramadien van Volksgezondheid optekenen in een persbericht. De horecasector is er een beroep gedaan om erop toe te zien dat bezoekers zich ten alle tijde houden aan de geldende COVID-19-regels.